Ik vind het fantastisch dat u hier, kijk u samen, schat u in allemaal toch een beetje wat ouder, dat u hier gewoon bent. En ook die moeite genomen heeft. En het is leuk. Soms lastig, het is wel leuk. En als u hulp nodig heeft, dan is dat vast wel in u te krijgen. U in ieder geval alvast van harte gefeliciteerd met het behalen van dit certificaat, want dat staat toch voor het feit dat u vaardigheden heeft opgedaan. Van harte gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Wethouder Morsing, aan u de eervolle taak om vandaag certificaten uit te delen. Ja. Wat zijn dat precies voor certificaten? Het zijn certificaten van een cursus die hier gegeven wordt voor mensen die eigenlijk niet zo vaardig waren met de computer en met het internet. En dat hebben ze in een tijdsbestek van? Van een aantal weken, een aantal cursusdagen hebben ze daar kennis mee gemaakt en hebben gewoon een aantal dingen geleerd. Echt de basis. Gewoon internet, hoe je iets op kunt zoeken, hoe je een mailtje kunt versturen. Ja, dat heb ik ervan begrepen. Precies. Dat is toch echt onmisbaar in deze tijd, hè? Ja, ik ben ook al wel lopen wat langer mee. En ik heb ooit het begin van de computers meegemaakt. Ja. En toen dacht ik, nou, dat wordt veel te moeilijk voor alle mensen. En als je nu kijkt, iedereen heeft het gewoon nodig. Ja, je krijgt al je informatie, heel veel van je informatie krijg je gewoon via de computer binnen, op een e-mailadres. En je kan bijna niet meer zonder. De gemeente Leek is ook volop aan het mailen met haar inwoners. Ja, we doen niet alleen via de mail. Ja, dus op het internet is bij ons ook van alles te vinden, soms ook via de mail. Maar we proberen ook nog de oude communicatiekanalen naar de bevolking gewoon wel overeind te houden. Maar ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is dat toch mensen op leeftijd die er nog niet zoveel kennis en ervaring mee hebben, dat wel gaan doen. Ja, ik heb net ook tegen de mensen gezegd, er gaat een wereld voor je open, want op dat internet, je kan werkelijk alles vinden. Zoveel kennis daar aanwezig. Dus als je daar wat vaardiger in wordt, is leuk. Mooi. Nou, u hoort het. Klik en tik dus als je iets meer wil weten over het internet en het gebruik van computers. Het is aan te raden.